Oké. Ik had jullie beloofd om het bewijs van de hulpstelling, de middelwaardestelling van de integraalrekening, nog in te spreken voor jullie. Dat is de hulpstelling die we dan in 1.6 gebruikt hebben bij de hoofdstelling. Dus 1.6, dat was de hoofdstelling en wij hadden de hulpstelling klaargezet, maar niet meer bewezen. Wat is die middelwaardestelling? Dat ik dus een bepaalde integraal kan schrijven als een verschil van de boven- en de ondergrens, maal een functie waarde van een c, waarvan we weten dat die c dus tussen a en b moet liggen. Dat hadden we niet verwacht. Ik heb gezegd dat we dat nog gingen bewijzen en ik ga dat nu even uitleggen. We gaan eerst bewijzen in het geval dat a kleiner is dan b, wat meestal logisch is, want de ondergrens is dan altijd kleiner dan de bovengrens. Ik heb hier ook een willekeurige continue functie getekend en het lijkt een beetje op het bewijs van de definitie van de bepaalde integraal, want dat begint op dezelfde manier. Want we verdelen terug in n gelijke deelintervallen. Dat ga je ook zien. En dan bekijken we terug zo'n i-de deelinterval. Maar ik ga dat deelinterval nu niet meer uitvergroten. Ik volg hier ook de stelling van Weierstrass, maar niet in het interval delta x, maar ik kijk nu in het volledige interval AB. Ja? En ook daar kan ik een maximum en een minimum gaan definiëren. In dit geval ligt het maximum hier. Het kan ook zijn dat het maximum samenvalt met het beeld van A, als het gewoon een recht is. En dan het minimumbeeld van B. Maar hier heb ik het zodanig gekozen dat het minimum in het interval voor B ligt, hier een beetje, en het maximum iets na A. Dus Weierstrass zegt dat dat inderdaad in elk continu interval is, dat je altijd wel een maximum en een minimum kunt vinden. Is het een gewone recht, dan zijn het gewoon de grenzen van het interval. Dus dat hebben we vorig jaar gezien. Dus dat ga ik weer gebruiken. En dan doen we net hetzelfde. Dus we verdelen die in n gelijke deelintervallen, waarvan dat de breedte terug b min a gedeeld door n is. Want het zijn allemaal gelijke intervallen. En als ik dan terug een willekeurige xi neem, dus een willekeurige waarde x in het i-de interval, dan, ja, volgens definitie van minimum maximum, zal die willekeurige functiewaarde van een willekeurige xi tussen het minimum en het maximum liggen. Ja, dat is logisch. We gaan daar weer van alles bij zetten zonder dat de orde verandert. Eerst vermenigvuldigen we alle leden door delta xi. Delta xi is een positief getal, dus er gebeurt niks met de orde. Dan gaan we van al die verschillende ongelijkheden, want je doet dat eigenlijk in elk intervalletje, gaan we allemaal de overeenkomstige leden gaan optellen en dan blijft die orde bewaard. Dat staat er hier in het groen. Dat hebben we nogal een keer gedaan. Dan gaan we als het ware ontbinden, want we zetten hier het minimum voorop, hier het maximum voorop. Delta xi is hetzelfde als delta x, want al die intervallen zijn even breed. En dan als ik hier de som heb van alle deelintervallen, dan heb ik mijn volledig interval. Dus eigenlijk staat hier gewoon de lengte van mijn volledig interval in het rood. Dat is b min a. Hier hetzelfde. Kunt ook in het rood. Is ook b min a. En wat is er hier nog gebeurd? Niks, maar ik ben hier bijna mijn definitie van mijn bepaalde integraal te zien. Dus hier hebben ze gewoon overgeschreven. Als ik dan alle leden de limiet van neem, dan blijft de orde ook nog altijd bewaard. Dus limiet bepaalt de orde, respecteert de orde. En wat gaan we dan doen? Limiet van een getal is een gewoon getal. En hier zie ik dan definitie van de bepaalde integraal. De limieten van al die Riemann-sommen, dat is eigenlijk gewoon mijn volledige oppervlakte. Want hier staat er eigenlijk een oppervlakte van zo'n balkje, de breedte maal de hoogte. Dus wat staat er hier? Oh, ik hoop dat hij dat hier nu goed geschreven heeft, want ah nee, hier is een stuk te kort. Zou ik dat apart dan een keer ergens uitgeschreven hebben? 1.6.1. Je moet hier zo nog een beetje verder en mankeer hier eigenlijk een stap. Kan ik eens zien of ik dat zelfs nog terugvind. Dus hier staat er dan gewoon mb min a. Kleiner of gelijk aan, hier staat een bepaalde integraal. En hier kleiner dan of gelijk aan mb min a. Dus hier mag je de limieten weglaten.
Kan ik kijken of ik dat laatste stukje nog ergens vind? Want ik zie dat ik dat zelf geschreven heb in mijn cursus, dus dat ziet er misschien toch niet zo interessant uit. Of misschien heb ik het wel al apart ergens geschreven. Ik ga misschien wel al, het is niet meer veel, hè? Ah, wel, het is toch nog wel wat veel. Want dit is enkel nog maar als a, waar is het daar, kleiner is dan b. Ja? We moeten dan ook nog een keer bewijzen als a gelijk is aan b en als a groter is dan b. Ik kijk even of we het hier in het begin misschien staan hebben. Want hij heeft er zo stukjes uitgehaald en ik heb dat maar achteraf gezien. Optelbaarheid. Ik zou verwachten dat dit hier ergens ook... Sorry. Hier, wacht. Is dat niet? Ja. Kijk, dat staat daar niet. Ja. Hier. Dat is het vervolg. Zie je? Dus dit kom je dan... Ja, maar je mist hier toch wel een stukje. Er is hier een stukje van tussen. Ik ga dat beter aanpassen.